Veel onbekende gezichten in Groningen. Op verschillende locaties hangen er muren vol met portretfoto's. Dit is het project van de Franse kunstenaar J.R. Met zijn project, genaamd Inside Out, wil hij de wereld van binnen naar buiten brengen. Vandaag stond de Inside Out bus bij Noorderpoort. We zijn nu bezig met het foto's maken. Dat doen we met de mobiele bus. Dit is de Inside Out bus die op mijn achtergrond staat. En in die bus kan je je portretfoto laten maken, waarna die vervolgens uit de bus rolt. En die foto die wordt vervolgens op de buitenkant van het schoolgebouw geplakt, om eigenlijk de binnenkant van de school naar buiten te keren. Dus alle studenten, maar ook de mensen die hier wonen, die hier toevallig voorbij komen fietsen of lopen, die krijgen een plekje. Noorderpoort is niet de eerste locaties waar de foto's hangen. Inside Out is al langs Stadskanaal, Vinkhuizen en het Groninger Museum gegaan. Iedereen mag zelf bepalen hoe ze op de foto staan en dat zorgt voor grappige resultaten. Ik vind het niet zo leuk om altijd gewoon geportretteerd te worden. Ik wil toch iets, ik vind het meestal een beetje saai. Dus ik dacht, ik moet wel een beetje uitspringen. Dus ik ging als koning op het pand toch? Heel raar eigenlijk. Je zit daar in je eentje in een hokje en dan doe wat en dan rolt er ineens zo'n groot hoofd van jezelf uit. Het is bijzonder. Ik ben niet zo fotogeniek, maar deze mag er best op. Ik hang daar net over die ribbel. Oh ja, ik zie je. Ja. Hoe vond je dat? Ja, gek of zo, want je hangt daar wel tot volgens mij maart 2022 hang je daar wel gewoon. Dus elke keer als je dan hier komt, dan zie je gewoon je eigen hoofd hangen. Dus dat is wel een gek idee. Iedereen vindt het heel erg leuk. Op het begin is iedereen heel erg nieuwsgierig, want wat gebeurt er nou eigenlijk? Het is niet alledaags namelijk wat je hier ziet. Als je ze vervolgens vertelt dat het is vanuit het Groningen Museum, dat het een kunstproject is, na aanloop van een nieuwe tentoonstelling over J.R., dan zijn ze heel erg enthousiast en willen ze eigenlijk allemaal weer heel graag meedoen, omdat ze het een mooi project vinden. Mocht je nog geen plekje op een muur hebben bemachtigd, wees dan niet getreurd, want het project is nog niet voorbij. Morgen dan staan we met de bus op de Museumbrug voor het Groningen Museum. Dan is iedereen ook welkom om een portretfoto te laten maken die vervolgens ook wordt opgeplakt. Als een soort van feestelijk moment dat we van start gaan met de nieuwe tentoonstelling.